verjongingscoach. Je bent auteur van het boek Voor Altijd Jong en je adviseert mensen over superfoods. Wat zijn superfoods? Superfoods zijn eigenlijk een verzamelnaam voor hele hoge kwaliteit voedingsmiddelen die heel rijk zijn aan vitamines, mineralen, antioxidanten, goede vetten. En we hebben nu het geluk dat er superfoods overal ter wereld worden geïmporteerd en dat we kunnen profiteren van voedingsmiddelen die al duizenden jaren oud zijn en vroeger alleen maar door een lokale bevolking werden gegeten en waar wij nu ook van kunnen genieten, van hun smaak en van hun hoge voedingswaarde. Kun je me wat voorbeelden geven van superfoods? Kun je me wat laten zien? Enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld cacao. Cacao is een geweldige superfood, superrijk aan twee belangrijke mineralen zoals magnesium en chroom en heel rijk aan antioxidanten. Ja. Chiazaden is een voorbeeld. Dit zijn kleine zwarte zaadjes waar je bijvoorbeeld een pudding van kan maken of die je in je yoghurt of in een ander ontbijtgerecht kunt verwerken of in smoothies. Ja. En baobab, dit is een vrucht die groeit op het Afrikaanse eiland Madagaskar en die mensen daar al eeuwenlang hebben gegeten. Die bomen kunnen wel tot wel 6000 jaar worden. En de bomen kunnen in het regenseizoen tot wel 120.000 liter water opnemen. Dus zulke soort, alle superfoods groeien aan planten die hele krachtige eigenschappen hebben. Dus het zijn heel voedingsrijke voedingsstoffen. En die bijvoorbeeld in het geval van baobab worden vermalen tot een poeder zoals deze. En dan kan je het gebruiken in een smoothie of in je yoghurt of in andere gerechten. TNO kwam in 2011 met een onderzoek dat maar 42% van de Nederlanders voldoende fruit eet. En maar 32% van de Nederlanders voldoende groente. Als je dat combineert met het feit dat tussen 1940 en 1990 de hoeveelheid voedingsstoffen in onze groenten tot wel 73% zijn gedaald, zeggen studies, dan zie je dat als het maar 50% zou zijn gedaald, dat je 2 keer zoveel van een groente moet eten om evenveel voedingsstoffen binnen te krijgen. Vaak is gezond eten toch helemaal niet zo lekker? Is dit lekker? Mag ik wat proeven? Ja, zeker. Ja. Dit zijn goji-bessen. Goji-bessen groeien onder andere in het Himalaya-gebergte, kunnen hele hoge temperatuurschommelingen aan en zijn onder andere voor die reden heel erg voedingsrijk. Dit zijn moerbeien, mulberries. Het is eigenlijk een vrucht. Het zijn besjes die in Zuid-Amerika groeien. Dit zijn de gedroogde varianten. En dit zijn bonbons gemaakt van superfood-chocolade. Dus je kunt, ik geloof dat er voor alles wat je nu eet een variant is dat net zo lekker is, dat er heel erg op lijkt, maar dat wel gezond is. Dus met superfoodsbonbons kan je snoepen van chocola zonder dat je achteraf schuldig voelt.